Zo, ik laat je ook nog snel de query zien die je moet maken. Een query was een zicht op een databank. Het nadeel van, of een zicht op een tabel. Het nadeel van deze drie tabellen is dat als je de klanten gaat openen, dat je niet automatisch ziet welke postcode dat, welke gemeente dat die postcode heeft. Die 3600, wat betekent dat juist? Dus daarvoor hebben we een query nodig. Een query maak je het snelste in de ontwerpweergave. Je duidt aan welke databanken dat je nodig hebt of welke tabellen dat je nodig hebt. Is duidelijker gezegd. Ik heb ze alle drie nodig, dus ik duid ze aan, ofwel druk je op add ofwel dubbelklik je. Als je de relaties correct gelegd hebt, dan zijn die ook onmiddellijk zichtbaar. Dat hebben we in het vorige filmpje gedaan. Stel nou eens hebben ze een query gemaakt en je krijgt alle informatie dubbel of zelfs vijfdubbel, dan is dat waarschijnlijk omdat je hier in dit venster ook de tabel artikelen hebt meegenomen. En die moet je daar zeker niet inzetten. Dus als je die hebt, aanduiden, rechtermuisknop en verwijderen. Ik heb alleen deze drie dingen nodig. Van een klant heb ik alle informatie nodig, dus zijn klant-ID, achternaam, voornaam, straat. Oei, ik heb eentje misgeklikt. Ik zal hier die wegdoen. Zijn straat, dat was het. En postcode. Ofwel dubbelklik je, ofwel sleep je het in het juiste venster. Ik heb zijn postcode erbij. Achter zijn postcode wil ik zijn gemeente hebben. Die gemeente die staat hier in de tabel gemeenten. Ik haal gemeente erbij. En uiteindelijk wil ik ook de provincie krijgen. Ik zet de provincie erbij. Daarna komen bij jullie nog alle andere velden, zoals bijvoorbeeld geboortedatum, e-mailadres enzovoort. Om de query te testen kan ik dus van boven op Run Query drukken. Ik doe dat en ik zie dat alle klanten perfect een ingevulde gemeente en provincie krijgen. Dus mijn eerste query is eigenlijk al af. Dus ik ga die ook bewaren. Ik noem die query alle klanten. Zo, bij jullie zijn dat minstens 10 klanten, uiteraard. Druk op OK en die query die is bewaard, die staat erbij. Om een voorbeeld te geven van een ander soort query, wil ik ook wel die laatste query even maken. Query klanten uit Limburg. Ook hier het ontwerpmenu. Ik heb de klanten nodig, de gemeente en de provincie. Close. Ook hier heb ik, stel dat ik zo goed als alle informatie nodig heb. Klant-ID, achternaam, voornaam, straat, postcode, zijn gemeente en zijn provincie. Die voeg ik allemaal toe. Dus ik doe dat door te dubbelklikken en dat gaat het snelste. Als ik deze zou uitvoeren, dan ga je zien, dan krijg ik alle klanten te zien, ook degenen die niet uit Limburg komen. Ik zal het even wat kleiner zetten. Dus wat weet ik van zo'n klant dat als bij de provincie Limburg staat, dat ik die moet hebben. Provincie had ik hier ingevuld bij de tabel gemeente. Als ik deze query een keertje uitvoer, dan zie ik welke nummer dat zo'n provincie had. En nu ga ik hier bij criteria moeten zeggen dat ik alleen de klanten wil zien uit provincie 2. Als ik die terug uitvoer, dan krijg ik alleen de mensen te zien uit Limburg. Stel dat ik die laatste kolom niet leuk vind of niet mooi vind dat die hier tussen hoort, ik ben niets met die twee, dan kan ik zichtbaar gewoon uitzetten. Bij jullie heet dat visible. Nou, bij jullie heet dat zichtbaar, bij mij heet dat visible. Als ik hem nu uitvoer, ben ik die laatste kolom kwijt. Wil ik een sortering gaan doen, bijvoorbeeld ik wil dat op achternaam gesorteerd staat, alfabetisch, dan kan ik bij achternaam hier sort of sortering bij jullie op oplopend gaan zetten. Bij mij heet dat ascending. Ik druk op query uitvoeren en ik krijg mijn klanten gesorteerd op achternaam, alfabetisch, enkel uit Limburg. Had ik hier een andere provincie ingevuld, bijvoorbeeld 5, en had ik dan uitvoeren gedrukt, dan had ik alleen de mensen uit Vlaams-Brabant gekregen. Ik moest de mensen hebben uit Limburg. Zo, ik laat de query uitvoeren en hij werkt. Ik ga de query opslaan en bewaren en jullie noemen de query query klanten uit Limburg. Zo. Je weet ondertussen dat met de eerste query, query alle klanten, je alle oefeningen in het verdere verloop, dus eigenlijk die uitnodiging maken, dat dat voldoende is als je deze query al maakt. Daar staan er nog twee andere die je moet maken om het maximum van de punten te hebben. Veel succes!